day. It's Monday. Dus vandaag gaan we ook weer beginnen met wat conditioning. Ik weet dat iedereen wel fan van is. Dus in plaats van het strength gedeelte hebben we dus vandaag wat meer extra conditioning, zodat jullie super fit kunnen worden. Zoals jullie zagen, we hebben al wat te doen met riding my bike. Dus dat geeft al een hint voor wat straks gaat komen. Nu, als warming up ga je straks hebben 400 meter hardlopen. Daarna hebben we 100 meter knie even. Laat maar zien. Zorg dat je knieën echt goed hoog komen. Hoog als je kan. Daarna ga je naar 100 meter hakkenbillen. Misschien moet je van de zijkant laten zien. Yes, nu weet je waar je naartoe hakken wil. Heel goed. Vervolgens krijg je een huppelen. Met de armen voorwaarts draaien. En na 100 meter met de armen achterwaarts draaien. Dan krijg je een kruispas. Kom, laat zien. Oké. En die armen gaan ook steeds helemaal van links naar rechts. Vervolgens de sluitpas. Die kan ook daar het beeld van mij verdwijnen. Ja! Oké, doei. En de laatste, dan ren je ook zo hard mogelijk het beeldscherm uit met een steigerum, doe je ook voor 100 meter. Dus je begint met een rustig tempo en je eindigt op een hoge sprint. Eerst wil je ongeveer op 70% tot 80% van je maximale snelheid gaan. En daarna 80 tot 90% bij de 200 meter. Nou, op die manier zou het redelijk goed warm zijn. We weten dat niet iedereen lang kan hardlopen of daar eventueel zin in heeft. Dus je kan twee opties hebben. Je kan het of met je bike doen, dus je gaat op een fiets, of je gaat al hardlopen. Dus we hebben 4 sets van 2 minuten tussen. Hard mogelijk fietsen. We willen daar echt gewoon hard op gaan. En daarna heb je 3 minuten om ervan te herstellen. En daar wil je dus een wat gelijke tempo in houden. Maar niet volledig terugvallen, dus je moet wel een klein beetje blijven pushen. Voor de workout. Of een rennen. Kan het. Nu. Andere dingen te doen? Nee. Nee? Oh. Okay. Voor de workout hebben we Tabata to the Moon, aangezien we in een shuttle gaan zitten, oftewel shuttle sprints. Dus de eerste Tabata, de eerste 4 minuten dus, gaat shuttle sprint zijn. En dat betekent dat je dus een stuk van 5 meter gaat afleggen. Dat is 1 lengte. Zo probeer je zoveel mogelijk lengtes te verzamelen in die 4 minuten. Daarna in de tweede Tabata hebben we kettlebell snatches met rechts. Zou jij ze wel laten zien? Yes. Wat is er dan? De skilled variant is dus vanaf de heen. En de volledige variant is vanaf de grond. Eventueel, als die niet goed gaat, kun je even kijken of je kettlebell cleans kan doen. Daarnaast, let goed op, steeds als je naar beneden gaat, zorg dat je eerst de kettlebell naar beneden krijgt. En dan doe je benen buiten, in plaats van alleen maar recht op en neer te buigen, waardoor het steeds dat je rug lang meegaat. En daarna hebben we nog een keer shuttle sprint. En daarna hebben we kettlebell snatches met je andere arm. En op die manier komen we aan een workout van 16 minuten als het goed is. Dus, veel succes. Ben benieuwd hoe je het gaat doen. 20 seconden, 10 seconden rust. Zijn er wel een andere timers voor? Ik heb het met leuke muziekjes. Jawel. Ik ben net even maar. Oké, succes!